Welkom bij weer een nieuwe video. Dit is de derde video in de serie Hormonale Regeling. Die hoort bij samengevat bundel hoofdstuk 17. En in deze video ga ik uitleg geven over de hormonen die geproduceerd worden door de hypothalamus en door de hypofyse. Als je de twee eerste video's in deze serie nog niet bekeken hebt, raad ik je aan om dat eerst te doen. Dan zul je deze namelijk iets beter begrijpen. En als eerste hebben we de hypothalamus, die heb ik in de vorige video ook al uitgelegd. Die bevindt zich in deze afbeelding waar het pijltje naartoe gaat en is een hersenhormoonklier. En de hypothalamus die scheidt vooral releasing hormonen uit, dus neurohormonen. En je hoeft niet precies te weten hoe deze hormonen allemaal heten. Maar wat wel belangrijk om te weten is dat de hypothalamushormonen, deze releasing hormonen, zorgen voor secretie van andere hormonen door de hypofyse. Dus de hypothalamushormonen activeren de hypofyse, waardoor die ook hormonen gaat uitscheiden. En de hypofyse is ook een hersenhormoonkwab en scheidt ook neurohormonen uit. En in deze afbeelding kun je hem zien. De hypofyse bestaat uit twee delen, namelijk de voorkwab, die je hier in het donker oranje ziet, en de achterkwab, die je hier in het lichtgeel ziet. En de hormonen die door de hypofyse worden afgescheiden, die stimuleren de hormoonklieren in ons lichaam om meer hormonen te gaan afscheiden. Dus de hypothalamus stimuleert de hypofyse en de hypofyse stimuleert hormoonklieren. Gaan we even kijken naar de type hormonen die de hypofyse precies uitscheidt. En ten eerste kijken we naar de hormonen die door de voorkwab van de hypofyse worden afgescheiden. Als eerste hebben we groeihormoon, wat de afkorting GH heeft. En de functie van groeihormoon is de groei, ontwikkeling en stofwisseling van ons lichaam. En je kunt je voorstellen dat groeihormoon erg belangrijk is voor kinderen. Ten tweede hebben we tireotroophormoon. Ook wel schildklierstimulerend hormoon genoemd. En de functie van SSH is de afgifte van schildklierhormoon door de schildklier. Dus de schildklier wordt gestimuleerd om thyroxine af te geven door SSH. Dan hebben we follicelstimulerend hormoon of FSH. En de functie van FSH is om de follicels in de ovaria, in de eierstokken van een vrouw, te laten groeien. En een tweede functie is dat FSH de ovaria stimuleert om oestradiol af te geven. Dus oestradiol is een ander hormoon. FSH heeft ook als functie in de man om spermacellen te vormen in de testes. En dan hebben we luteiniserend hormoon of LH. En de functie van LH is de ovulatie en de vorming en handhaving van het gele lichaam in een vrouwelijke menstruatiecyclus. En een tweede functie van LH is de secretie van testosteron in de testes van een man. Als je FSH en LH lastig vindt, bekijk dan de video's over vruchtbaarheid en menstruatiecyclus van DigiStudies even. Want daarin leg ik ze iets meer uit in detail. Dan als we kijken naar de achterkwab van de hypofyse, scheidt die ook verschillende hormonen af. En wat belangrijk is om te weten is dat deze hormonen eigenlijk in de hypothalamus worden gemaakt, maar de afgifte vindt plaats in de achterkwab van de hypofyse. En het eerste hormoon wat hier wordt afgegeven is oxytocine. En de functie van oxytocine is in een vrouw de secretie van moedermelk. En de samentrekking van de baarmoederwand op het moment dat een vrouw gaat bevallen als ze zwanger is. Het tweede hormoon is antidiuretisch hormoon of ADH. En de functie van ADH heeft te maken met de nieren en onze waterhuishouding. En regelt namelijk de terugresorptie van water in nieren. Dus water wat eigenlijk het lichaam gaat verlaten, wordt door middel van ADH weer terug het lichaam ingezogen. Dus als het goed is, weet je nu dat de hormonen van de hypothalamus de hypofyse stimuleren en dat de hormonen van de hypofyse, voorkwab en de achterkwab, de verschillende hormoonklieren in ons lichaam juist stimuleren. Als we nu nog één keer kijken naar deze grote tabel, hebben we de hypothalamus,
de hypofyse voorkwab en de hypofyse achterkwab. De hypothalamus produceert releasing hormonen en die releasing hormonen stimuleren de secretie van hormonen uit de hypofyse. Dan het eerste hormoon uit de voorkwab van de hypofyse is groeihormoon GH, wat zorgt voor groei, ontwikkeling en stofwisseling. Het tweede hormoon is thyreotroop hormoon of schildklierstimulerend hormoon. En de functie van SSH is thyroxineafgifte door de schildklier. Het derde hormoon is follicelstimulerend hormoon of FSH. En deze zorgt voor de groei van een follicel in de eierstok en de secretie van estradiol of oestrogeen door de eierstok. Dan hebben we luteïniserend hormoon, wat zorgt voor ovulatie en vorming en handhaving van het gele lichaam in een vrouw. En de secretie van testosteron door testes in een man. Dan de hypofyse achterkwab, die stimuleert de secretie van hormoonklieren. Oxytocine zorgt voor secretie van moedermelk en voor de samentrekking van de baarmoederwand in een vrouw tijdens de bevalling. En antidiuretisch hormoon ADH zorgt voor onze waterhuishouding, dus voor terugresorptie van water in de nieren. En deze tabel is een goede test voor jezelf om te kijken of je de hormonen allemaal kent die worden afgescheiden door de hypothalamus en de hypofyse en hun functies. Dus als je de video nu op pauze zet en je kunt deze lege tabel invullen zoals we net gedaan hebben, weet je zeker dat je het allemaal precies kent. Ik hoop dat deze video duidelijk was. Als je nog vragen hebt, laat ze vooral hieronder achter. Like de video als je hem nuttig vond en abonneer op het kanaal van DigiStudios voor nog meer van dit soort video's.